In deze 21ste eeuw moeten zaken geautomatiseerd kunnen worden. Dat zei Lilian Verrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gisteren tijdens de jaarafsluiting van het ministerie. De afsluiting is gehouden aan de Herenstraat op het terrein van de onderwijsinspecties. De bewindsvrouw zegt dat zij er bewust voor heeft gekozen daar de afsluiting te houden. Deze afdeling noem ik de stille kracht, omdat er hier verschrikkelijk hard gewerkt wordt, benadrukt de minister. Maar wij merken allemaal, elke maand zeker, de resultaten daarvan. En het is goed wanneer we daarbij stilstaan en beseffen dat er mensen zijn die soms bijna het onmogelijke doen. De technologie gaat verschrikkelijk hard. Dus ik denk steeds na, hoe kan het hier anders? Ik ben er nog niet uit. Maar wat ik wel weet, is dat ik jullie allemaal, stuk voor stuk, heel erg dankbaar ben voor de zaken, het werk dat jullie elke dag weer verzetten. Nogmaals, de stille kracht, er zijn een paar hele belangrijke afdelingen hier, gevestigd aan de Herenstraat. De bewindsvrouw zegt verder dat er verandering moet komen in de manier waarop zaken in de afgelopen 40 jaar zijn verlopen. Er is niet eens een wet met betrekking tot het onderwijs, benadrukt de minister. En er zijn nog zoveel andere zaken die geregeld moeten worden. En net wat ik zeg, 21ste eeuw, we praten over technologie die overneemt. Zie die dame daar aan de telefoon. Het leidt ons af, we zijn ermee bezig. We moeten ook gaan leren om het anders te gebruiken. Ja, ik heb een van mijn mensen gezegd laatst, ga googlen en ga kijken hoe je een woord schrijft. Zodat je geen fouten maakt wanneer het in de publiciteit komt. En ze vinden, ja, ik ben inderdaad puntjes op de i. Ik ben puntjes op de i. En ik verwacht van u allemaal dat u puntjes op de i bent. Want u kunt geen fouten maken. Mijn financiële afdelingen zitten hier. De mensen die bezig zijn met de salarisstrookjes, maar al die mensen zitten hier. U kan geen fouten maken. U moet die instelling hebben van puntjes op de i. En u moet voor uzelf gaan werken naar die hogere graad van excellence. Lilian Verrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak gisteren tijdens de jaarafsluiting van het ministerie.